De heer Wilders. Zwaaide u net naar mij, voorzitter? Nou, dat u nog één vraag heeft. Oké, jammer. Goed, dan wordt het een hele lange vraag. Maar die is als volgt. De heer, de collega van GroenLinks, die vraagt excuses. Uit ons interruptiedebatje net bleek wel dat ik daar niets in zie. Maar als we het toch over excuses hebben, dan is uw partij, zoals u weet, een samenraapsel, of laat ik het netjes wat eerbiediger zeggen, een soort samengaan van een aantal partijen, waaronder de Communistische Partij. En ook een aantal leden van toen, niet per se van de Communistische Partij, maar van GroenLinks, hebben een verleden binnen de communistische beweging. Bijvoorbeeld de heer Paul Rosemuller. De heer Paul Rosemuller die was lid van de Maoïstische groep Marxisten-Leninisten Rode Morgen, afgekort GML. Hij zat zelfs in het bestuur daarvan tussen 81 en 82. En heeft, als het gaat om China, Albanië, de Rode Khmer in Cambodja, altijd steun eraan betuigd. Nou hebben die communisten in het totaal tussen de 90 en 100 miljoen mensen vermoord. Tussen 100? Wat zei ik? Iedereen is aandachtig aan het luisteren. Heeft u een probleem, meneer Ascher? Gaat ook bij. U zou mij moeten steunen, heren. Nu was het zo dat de heer Rosemuller en de communisten in de wereld hebben gezorgd voor tussen de 80 en 100 miljoen doden. 80 en 100 miljoen doden. Waarvan de heer Rosemuller, en daarom is het relevant, mevrouw de voorzitter, want de heer Rosemuller is nu fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer, der Staten-Generaal, in de Senaat. En die meneer, die heeft steun betuigd aan de communisten in China, Albanië en de Rode Khmer. En dan heb ik het nog niet eens over zijn sympathie voor landen als Albanië en de Sovjet-Unie, de voormalige Sovjet-Unie. Daar heeft hij, nou, er zijn heel veel voorbeelden, daar is hij geweest en daar heeft hij sympathie voor uitgesproken. Tot de Rode Khmer aan toe. Miljoenen doden. Dus voordat u nou op uw paard gaat staan en dat u excuses van de regering gaat eisen over een slavernijverleden in Nederland, wanneer komt GroenLinks met excuses over het steunen en de sympathie geven, uw huidige fractievoorzitter in de Eerste Kamer van GroenLinks, voor die 100 miljoen doden die het communisme, waar uw partij uit voorkomt, voor verantwoordelijk is geweest? De heer Klaver. Niet.